Hallo reviewvrienden. Potverdikke, wat is dat lang geleden, hè? Zeker. Ome Jan was helemaal aan tandjes door de corona. Nou ja, dat duurde 9 dagen of zo, 14 dagen. Maar mijn smaak en mijn geur waren verdwenen en die zijn mondjesmatig teruggekeerd. Ik sprak laatst iemand die had het na 6 maanden nog steeds niet. Ik weet niet, maar daar zit ik niet heel erg op te wachten. Enfin, mijn geur doet het nog steeds niet echt heel erg goed. Dat heeft ook zo zijn voordelen. Want ik ruik nooit of iets stinkt. Dat heeft ook een beetje zijn nadelen. Ik ruik ook niet als iets lekker ruikt. Mijn smaak daarentegen is denk ik voor 70% terug. Dus ik begin gewoon met de review, jongens. Want jullie missen niet alleen maar mij. Ik mis jullie ook. One love. Everybody say one love. Enfin. Ja. Wat zit er onder ons doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laat ons kijken en genieten. Ik ben nog vrolijk, ja. Over een paar weken ben ik gewoon weer die oude chagrijn, hoor. Ah, nou, dat begint dus leuk. Salades van Albert Heijn. En dit zijn niet zomaar salades van Albert Heijn. Dit zijn de zogenaamde luxe salades van Albert Heijn. En er is hier een hele leuke overeenkomst tussen deze. Dit is de kipcurry. Dit is de pittige kip. En dit is dan de vrije uitloop ei met bieslook. En de gemene deler is... Pakak! Pakak! Nog een beetje last van mijn longetjes, hoor je dat? Maar ome Jan, eet je veel salades op brood? Nee, lieve kijkers, ik eet heel weinig salades op brood. Waarom? Omdat het eigenlijk gewoon mayonaise met een smaakje is. Nu heb ik niks tegen mayonaise en al helemaal niet met een smaakje. Mocht ik het proeven. Maar goed, ik ben al zo ontiegelijk dik. En als ik dan al de hele tijd mayonaise op brood ga eten. Ja, dan pas ik op een gegeven moment niet meer op beeld. En dan hebben we problemen. Want dan moet ik een groot hoekles kopen. En daar heb ik geen centje voor. Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik heb gewoon niet zo heel veel zin om nog dikker te worden. Ik ben ook een beetje afgevallen. Zien jullie dat? Ja, van de trap 3 keer. Denk je, je ligt 14 dagen in je bed te zweten. De rotte van de corona. Denk je, word wakker. Ik zie de piek van uit. Wat denk je? Geen gram. Geen gram eraf. Maar goed, daar gaat het even niet over. Het gaat over de review. En de review gaat dit keer over salades van Albert Heijn. Waarom? Nou, dat weet ik ook niet. Dan moeten we Achmed vragen. Hé, hey Achmed, waarom salades van Albert Heijn? Omdat je er naast woont. Oh. Ik begin even met de vrije uitloop-ei, met bieslook. Want die is natuurlijk vrij soft van smaak. En als ik dus eerst de pittige kip erin dreun, ja, dan proef ik hier al helemaal niet meer van. Zeker met mijn coronaverleden. Nou, het zou natuurlijk fijn zijn dat ik een paar gebroosterde broodjes in een mes zou hebben. Hé, die staan gewoon naast me. Vrij uitloop-ei. Dat vind ik altijd grappig, hè. Dan zijn plastic rietjes verboden. Na 2 slokken zit je gewoon lijm en karton naar binnen te werken. Maar voor de rest is alles in de wereld helemaal vol gebunkerd met plastic nog. Vrije uitloop-ei met bieslook. Kijk, ik smeer niet gelijk het hele broodje vol. Jullie zien, ik probeer toch wel een beetje mijn leven te beteren. Ja, toch nog een klein beetje erbij. Nu kan ik wel gelijk roepen smakeloos, maar dat is niet helemaal eerlijk zoals jullie begrijpen. Maar dit is zeker niet smakeloos. Het is gewoon een eiersalade met bieslook. Ik vind eiersalade gewoon geen reden aan. Want dat is namelijk echt mayo met koude gekookte eieren. En zoals je ziet, zijn ze niet echt uitgeschoten met de bieslook. Ik tel letterlijk 11 stukjes die erop zitten. Dus die doen aan de smaak geen ene reet. Ik vind hem eigenlijk niet zout genoeg. En er had ook peper bij gekomen mogen dat er een klein in zit. Het zijn hele vlakken. Ja, dat zeg ik gewoon. Ja, ik ben niet milder geworden na mijn ziektebed. Tijd voor kipcurry. Nou, die ruikt gewoon naar kipcurry. En wat het fijne vind, ik hier nu al gelijk aan, is dat ik zie brokken kip. Ja Jan, het is ook kipcurry salade. Ja, maar in de meeste kipcurry salade, die zijn meestal de goedkope, is de kip heel ver te vinden. Zit je op een gegeven moment een stuk aardappel te eten of de idioten gooien er dan ananas in. Don't do that. Ik vind ananas een product
wat je gewoon lekker dat product moet laten. Dat moet je niet op andere producten gooien. Mensen die pizza ananas eten, in mijn wereld, zouden die opgesloten moeten worden. Maar goed, als je kip kerrysalade neemt, ja, moet je er geen ananas in flikkeren. Of mensen die overal ananas op flikkeren en dan Hawaii ervoor zetten. Hawaii schnitzel. Heb je dus zo'n pannenlap uit Oostenrijk? En dan hebben ze dan zo'n schijf ananas op gekeild. En dan is dat Hawaii schnitzel. Ik denk niet dat ze in Hawaii weten dat er een schnitzel bestaat overigens. En waarom is er iets met ananas gelijk Hawaii? Dat is inderdaad ook pizza Hawaii. Slaat er nou toch op? Nee, gaat er even niet over. Hier zit dus brokken kip in. En vaak van die miezige stukjes. Niet grote stukken. Hele grote stukken. En... prima van smaak. Ja, ik wil niet zeuren. Maar ik haal wel eens kip kerrysalade bij de slager. Omdat ik dan denk, dat is een stukje lekkerder dan die meuk in de supermarkt. Maar dat is dus niet zo. De kip kerrysalade specialiteit Albert Heijn voor op het broodje is godvergeten lekker. En in een wipje stond daar een klein pittig kipje. En we hebben hem nog niet kwijt hoor. Ja, wat is pittige kip? Kip, rode paprika, 1% rode chilipeper. Ja, dan wordt het al snel pittig. Maar goed, zoals mijn moeder zei... Niet gelijk oordelen, Jan. Eerst proeven. Oh, ik weet het niet. Hier zitten wel net zulke grote brokken kip in. Maar het is een beetje natter. Natter dan die. Natte salade hou ik niet van. Natte lunch is daartegen wel. Pittige kip. Nou. De smaak pittig doet het wel. Die is helemaal terug. En mijn pittigheidsalarmpje. Dus een beetje oud in de mond, zweet op het voorhoofd, trillende handjes. Dat werkt niet. Je smaakt naar paprika. Er zit ook een beetje paprika in. Maar dit is niet pittig. Als dit pittig is, dan ben ik ook pittig. Snap ik niet. Maak je pittige kip en dan is het eigenlijk niet pittig. Misschien komt hij later dan, het brandmoment. Dat je denkt, oh, dat toch. Nee, ik kom niet. Pittige kip. Wat niet pittig is. Kijk, ik snap echt wel dat producten niet te pittig moeten zijn. Want Nederlanders houden niet van pittig, hè. Alleen als ze dan een keer bij de Chinees zitten, dan gooien ze een kleine sambal op een lumpia. Branden ze hun bakken, ze hebben ze zo'n paarse kop en dan hoeven ze het een maand of drie niet meer. Dus ik snap het wel. Maar als je iets verkoopt met de term pittig, zou ik gewoon zeggen, maak het pittig. Ja! Dan wil je ook een beetje kipcurry. Nou, anders ligt dat broodje daar zo. Moet er schiel alleen. Tijd voor de cijfertjes! Dit wordt geen bloedbad, ondanks dat ik zei dat ik niet zo heel erg van deze salades ben. Want ze zijn geen van drieën smerig. Gewoon niet smerig. Gewoon alle drie te doen. Alleen, ja, ik heb dan wel zoiets, als je iets op het doosje zet, zoals pittige kip, maak het dan in ieder geval pittig. Deze pittige kip is niet pittig en wat blijft er dan over? Een beetje een nattige salade, die, of tenminste een nattige mayonaise, die naar paprika smaakt en met brokjes kip. Ja, vind ik niet zo heel erg fantastisch. Deze krijgt een zesje. De vrije uitdoop eieren bieslooksalade is eigenlijk ook helemaal geen ene reet aan. Er had wat zout en peper in gemogen. Nu is het gewoon mayonaise met koude brokjes ei. Ja, en hier en daar een millimeter bieslook. Ja, dat is gewoon eigenlijk ook gewoon een 6. Maar de absolute winnaar is de Albert Heijn saladespecialiteit kip curry. Ik heb hem nog nooit zo lekker gegeten vanuit zeg maar, de industrie. Welke keer dat iemand hem zelf heeft gemaakt. Trouwens, niet bij de slager is hem niet zelf gemaakt. Komt ook gewoon uit een bak. En deze is dus helemaal fantastisch. In betrekking een broodje kip curry. Zou ik deze verhalen bij de Albert Heijn. Een dikke 8. Ha! Ja, ha. Nou, dat was de eerste na een maand. Ziektebed. Ja, ik moet er nog even inkomen. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot snel.